Hallo allemaal en welkom weer al op een nieuwe vlog. Ja, vandaag gaan we eens iets extra lang vloggen. De vlog van gisteren, ja, ik heb het gezien. Twee bestandjes, maar dat is niet goed. Er moeten meer fragmentjes komen. Dus ik ben momenteel ook bezig met free copyright music terug binnen te halen. Ik heb heel die mop per ongeluk verwist en ik kreeg hem niet meer teruggehaald. Dus dat wordt ook nog weer al even bijbenen. En dan, ja, zien we wel wat er de dag weer al geeft. Ik heb normaal gezien vandaag naar Bokrijk toe. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier op mijn channel. Mijn naam is nog altijd Diem de Remus. En ik heet u van harte welkom weer al een deel van mijn leven. Voilà. Ik ben momenteel ook nog bezig met het renderen van de vlog van gisteren. Die komt ook nog vandaag online. Ik ben redelijk wat bezig, dus... Ik ga kijken als ik vandaag leuke vlogjes, leuke fragmentjes kan maken. Ik ben begonnen ook, nee, hier zit geen Fanta in. Ik ben ook begonnen met heel veel water te drinken. Terug. En geen frisdrank. Als het op eraf wilt. Voilà. Dat kan deugd doen. Lekkere water. Voilà. Altijd goed uitspoelen als je gedaan hebt met de frisdrank die daarin zat. Ja. Okay. Maar ik ga jullie nu laten dat ik rustig en al alles terug kan beginnen te herinneren en al. Dus ik zie jullie zelfs allemaal weer. Ciao. We gaan dit hier nemen. 12,1. Dat is een hele lange rode route. Dat ziet je. Die gaan we helemaal nemen. We gaan er 3 uur erover doen, dus here we go. Dus, en de driehoek zegt al, trek rechtdoor. Oké dan, here we go. 3 uur, een leuke wandeltocht. Ik ben er blij om. We gaan ervoor. Maar wel eerst even zeggen. Hallo allemaal, ik ben hier nog een keer. Ik heb nog juist iets gemaakt voor mijn goede vriendin. Dat ziet je, voilà. Nog een goede vriendin. Nog niks meer, nog altijd niet. Dat zal het ook maar niet bij zijn. De printer is ook gemaakt, dus ik kan nu eindelijk terug in kleur uitprinten. Yuppiekajuj, motherfuckers! En ik ga mij nu klaarmaken om haar te verrassen in Bokrijk. En jij blijft staan, Fles. Dus ik hoop dat zij daar blij gaat mee zijn. Wat ik sowieso nog eerst ga doen, dat is naar de wc gaan. Want dat is een tripje van toch 20 minuten tot daar rijden. En dan, ja... Dan zie ik wel hoe het gaat verlopen. Maar voor de rest ga ik ook dan nog eens even wat wandelen in Bokrijk. Ik ga daar wat beelden maken. Ja, dat heb ik sowieso gezegd tegen jullie. Ik ga nog eens wat meer beelden gaan maken. Ook meer dat ik uit huis ben. Voilà. Mijn jas erbij nemen. Mijn bedoelje van... Recomatic. 18.1. En dan... Dat we nu toch over Recomatic bezig zijn. Kijk eens hier. Hier hangt ook nog iets van Recomatic. Recomatic 12.1. En dan heb je hier nog iets hangen van... De party in Eindhoven van 2014, 3 jaar geleden. De party 12. Voilà. Die gaan sowieso ook mee naar mijn nieuwe woning toe, want dat waren mijn 2 favoriete LAN-parties. En ja, die wil ik dus... Dat zijn hele goede herinneringen. En nu zit ik dus op de wc. Ja, zit er niet. Staan. Want ik moet maar een klein plasje doen. Dat moet dus ook gebeuren in mijn dagelijks leven. Hè? Dat je naar de wc moet gaan en je behoefte moet doen. Dus ik ben me nu helemaal klaar aan het maken voor naar Bokrijk te gaan. Ik ben nu ook aan het denken waar ik mijn kabinetje kan zetten. En dat ik niet moet betalen voor de parking. Ik ben nu aan het denken dat... waar kan ik die best zetten? Ja, ik weet al waar.
Dat is wel een stukje wandelen. Maakt niet uit. Dat heb ik er voor over voor haar. En je moet nog wel weten waar ze zit. En welke inkom of welke hutje of zo. Als ze echt, maar ook echt in. Allee, zeg het. In het museum zelf zit. Dus bij de oude huisjes. Dan heb ik een probleem. Dan krijg ik niet bij haar. Dan moet ik wel wachten tot ze gedaan heeft met werken. Maar nu ga ik mij even stilletjes ervan in orde maken. En ik ga richting naar haar toe. Tot straks. Yo. Die gaan we nu ook eens nemen en ik zal zeker genieten ervan. Ik ga u hier wandelroute laten zien. Dat is volledig. Ik ben ook echt volledig benieuwd. Een paar maanden geleden ben ik hier ook nog eens komen wandelen. Waren ze daar nog effectief heel veel mee bezig. Maar het is nu geopend. Dit hier zit allemaal onder water. Ik wilde dat ik hier kan schieten, ook met deze eend. Ik ga er eens proberen op in te zoomen.
ingang van de kasteel, ook van een museum. Daar is iemand die ik heel goed ken. En ik heb ook iets voor haar of hem gemaakt. Ik heb gezegd dat ik daar ga afgeven. Zo nog wat mooie natuurbeelden schieten op YouTube. Want ik moet eerst even weg zijn. Ik weet al ook wel wat ik ben mijn leven aan het verbeteren. Helemaal aan het verbeteren. En daar ben ik ook blij. En het is ook vandaag stralend weer. Dus we gaan ook daar een hele leuke wandeling van maken. Dus enjoy it.
Zo, de wandeling in Bokrijk zit erop. En je ziet, ik zit toch nog in mijn kabinetje. Ik ga nu eens nog even stoppen bij de Bruno's. Daar ga ik sowieso allemaal niks kunnen halen. En dan ga ik sowieso nog eens stoppen bij de WIP in Alleke. Kijken als ze daar al terug die Coca-Cola Vanilla. Die ga ik dan daar ook helemaal opkopen. Ja. Want het is zo lekker. Ik ben eraan verslaafd. Maar nu eerst stoppen bij de Bruno's. Toch al wat vocht al in mijn lichaam te hebben na zo'n wandeling. Want ik kom tot besluit dat ik mijn drinkjes totaal ben vergeten. En ja. Daarbij. Dan wil ik ook nog een oproepje doen. Woont jij dicht bij Hasselt of ergens in de buurt van Hasselt of Zoutleeuw? Sint-Truiden. Alken. Contacteer mij dan als je wilt meegaan naar Division Gaming LAN Party in Nederland. Ik ga daar naartoe. Ik heb nog één plaatsje hier vrij in mijn kabinet om ook toch wel gezelschap te hebben met die lange trip van 2,5 uur rijden naar de LAN Party toe. Dus ik hoop dat ik er aanmeldingen krijg. Dan moet ik me gewoon even PM'en op Facebook, Skype of Facebook, Skype of WhatsApp, Viber of hier op YouTube. Je kunt hier ook privéberichten besturen naar elkaar toe. Dus of al een e-mail sturen naar info@cycletv.be. Maar ik kan nu jullie laten. Ik ga zometeen stoppen bij de Bruno's. Dat zijn we. Dus in de Bruno's wou ik dus nog met een bankkaart betalen. Dus waar toch normaal is. Nee, dan moet ik in één keer weer al 20 cent bij betalen. Denk eraan, het is verboden. Dus dan had ik gewoon mijn kleingeld erboven gehaald en dan daar een euro uitgehaald. Maar waarom moeten ze nog altijd blijven betalen voor die bankautomaatjes? Dus denk alsjeblieft, haal die extra kosten er ook vanaf, want iedereen is over aan het schakelen naar mobiel betalen ofwel met de kaart betalen. Dat iedereen zo weinig mogelijk cash bij zich heeft. Dus. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ben nu richting de BIP aan het rijden. Ik zit hier nu al aan op de grote ring van Hasselt aan de Carrefour. Tot zover. Ik ben hier nu in Alken aangekomen. Ik ga nu richting de BIP. En er zijn heel veel auto's die hier pas geparkeerd staan hier in Alken. Ongelooflijk. Geen respect voor de handicapten. Maar eentje hier wel. Deze neer. Chapeau. Maar die heel veel raam, die had geen handicapkaart. Ik vind het erg. Die moesten ze wegslepen. Wat vind jij daarvan? Moeten de handicapparkings altijd vrij blijven, ja of nee? Ik vind van wel. En dan kun je hier ook weer aan die door. Ze maken er ook hier toch de mensen dat moeilijk hier in de Alken. Dus, ja, hier heb ik ook nog een groene auto. Een aparte kleur vind ik toch. We gaan niet naar de dag- of nachtwinkel. Dat is iets te duur. Ik ben nu heel snel aan het bekijken. Jawel. Je hebt ook een handicapkaartje, dus die staat hier ook goed. Perfect. Oh, regelmatig staan ze hier. Op die handicapparking. Ik vind het erg. En ook op de stoepen. Zoek u een parking en laat de doorgang vrij voor de voetgangers, voor de mobiele mensen die het nodig hebben. Maar ga dus echt niet op een trottoir parkeren. Dat vind ik niet kunnen. Ik ga hier nu de BIP binnen. Eens kijken. Als
hier nu de Coca-Cola vanille hebben. Ik hoop van wel, want ik ben weer al een heel stuk aan het wandelen. Dus, let's hope. Mijn camera op de stoel houden. Man, dat is gesloerd. Ja. Gelukt voor heel veel keren Coca-Cola vanille vast te krijgen. 10 maal. Ik drink dat echt zo ontzettend graag. Dus als ik jarig ben en je wilt een hele leuke verrassingscadeau doen, je kunt me altijd blij maken met Coca-Cola vanille. Want dat verkopen ze niet overal. Dat is echt heel moeilijk te vinden. Probeer jij nog maar eens te zoeken. Dus de Belgische kijkers, de Limburgse kijkers, ik zal het zo zeggen. Zoek eens naar waar je ook nog Coca-Cola vanille kan vastkrijgen. Laat het mij weten hieronder in de comments. En ja, daar zal ik dan ook wel eens naartoe gaan om te kopen. Allee, tot s'avonds bij mijn thuis terug. Dan stopt de vlog al. Hallo allemaal en ja, ik zit terug binnen. Dat betekent het einde van de vlog. Ik heb nog redelijk wat gedaan, buiten de beelden. Ik heb, er lagen nog 2 planken met schroefjes vast in mijn kabinet. Die zijn er nu uitgewezen. Dan is de Ford Fiesta is leeggepompt, met de diesel is eruit gehaald en die is er dan al rechtstreeks in mijn kabinetje gegooid. Dus ja, het is gelukt. En nu, godverdomme, krab het mij weer al een wondje open. Goed, hè. Dan heb ik ook nog dus die plank volledig afgewassen en dan nog 4 schroefjes ook nog gemonteerd in mijn kabinet. Wat heb ik dan nog gedaan? Ah ja, mijn auto ook nog volledig gestofzuigd. Leeggehaald ook, ja. Want nu staat hem terug officieel voor verkoop. We gaan nog kijken hoeveel we er nog kunnen van krijgen. Maar ik denk niet zoveel. En mijn mama is weer al door. Ik hoor dat aan de trap. Dan komt mijn kamer niet binnen. Voilà. Dus, ik hoop dat jullie ook de beelden van Bokrijk leuk vonden. Ik ga dus eindelijk heeft deze vlog een titel. Dus ik ga eens kijken als jullie gelijk hebben. Dus ik heb redelijk wat vlogs altijd zonder titels gedaan. Altijd met vlognummer, datum, meer niet. Ik ga nu gewoon vlognummer nemen en titel. Dus de datum gaat verdwijnen. Maar dan zit ik wel met een probleem. Mijn inspiratiebron voor titels te maken, daar ben ik niet goed in. Nee, dat geef ik al eerlijk toe. Daar ben ik echt niet goed in. En tumblers maken, daar ben ik ook niet goed in. Sorry daarvoor. Als iemand mij daarmee kan helpen, mogen je altijd aanmelden. Want ik wil er nog altijd blijven voor gaan voor het Psycho TV. Ik wil die, echt die channel wil ik van de grond krijgen. Echt, dus met de abonnees, met meer views, met nieuwe content en al. Dus gelijk, ik ben nu ook al aan het brainwashen. Dus aan het denken. Wat kan ik nog op mijn YouTube-channel nog doen? Dus ik denk zo gelijk opdrachten doen. Van bijvoorbeeld ga een rechte lijn van punt A naar punt B. Dus maar een stom voorbeeld. Die formulier gaat binnenkort terug geactiveerd worden op mijn website. Eerst waar ik mij 100% nog eerst ga op concentreren, dat is binnen een maand, iets meer dan een maand nog, ga ik verhuizen. Dus dan ga ik dit achtergrond ook niet meer zien.
Zo gelijk mijn auto, Ford Fiesta. Dus die achtergrond zie je ook niet meer. En daarna kan ik terug gaan bekijken als alles daar geïnstalleerd is. En ja, citra, citra. Dus het gaat ook weer al wat paar dagen duren dat dan de vlogs gaan online gaan komen. Dus er gaat een serieuze vertraging zijn van een week, twee weken, maximum drie weken. Dus 21 vlogs gaan dan in een snelle tempo dan online gaan komen daarna. Dus ik ben zo aan het denken, dus dan gooi ik er drie vlogs... Dan gooi ik er drie vlogs per dag online. En dan tot ik terug dan volledig ben bijgebeend. Dus dan zo bijvoorbeeld twee oude vlogs. Van heel, heel, heel vroeger. En dan de vlog van de dag ervoor, telkens keer. Dus twee oude vlogs en dan de derde nieuwe. Gloednieuwe. En zo knoog, heb het ook weer al aan mijn hoofd gekregen. En dat ik zeg gloednieuwe. Is dat een woord? Staat dat in het groene boekje? Oh, noem dat groene boekje weer al. Waar alle taal in staan. Nederlandse taal. Oh, hoe noemt dat niet? Prisma. Ik weet het niet. Laat het hieronder in de comments weten hoe dat boekje heet. Dan ben ik daar ook echt heel, heel, heel content mee. Ik heb een klein beetje ook nog slecht nieuws. Het waren maar twee fragmentjes van gisteren wat ik heb opgenomen. Sla me dood. Die zijn nog niet aan elkaar gemaakt. Die gaan sowieso morgen online komen. Samen met deze. Wat ik nu nog aan het maken ben. Samen met jullie. Heb ik dan nog iets te vermelden? Nee. Aftiteling wat ik heb gedaan vandaag, dat is dus, ik ben opgestaan, ik heb mijn pc wat opgeruimd, ik heb nieuwe YouTube playlistjes gedownload, dan ben ik naar Bokrijk gegaan, juist. Dan ben ik terug hier aangekomen. Dan heb ik... mijn auto gestofzuigd. Dan heb ik ook weer al wat aangeweid aan mijn kabinetje. Is er dan nog iets? Nee. En dan ja, nu het outro bezig. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten... Ja, ik zit hier niet in mijn blootje. Ik heb nog altijd een onderbroek aan. Tegelijk in zijn broek. Dus ik snap niet waarom dat de mensen daar moeilijk om doen. Oh, ik zit in mijn blootje. Vroeger was dat toch zo allemaal. Iedereen zat toch in zijn blootje heel, heel vroeger. Toen bestonden er toch nog geen kleren of zo. Dus voort. Dat ik daar weer al ga over wegdwalen. Dus dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven. Ik bedank ook mijn partners. Zo gelijk Alex Matthijske, Game Junks, Hakkenveldfeest, Game Gear, Pokéhunt, Alken, Jeugdhuis De Molen, hier in Alken, De Bip. Ik ben ook naar de Bib geweest voor Coca-Cola vanille nog gaan te halen. Dus 10 stuks. Daar ben ik heel dankbaar voor. Wat heb ik dan nog gedaan? Wat zijn nog mijn partners? Lion Gaming Solutions. Circuit van Zolder, Fatlan, Steam, en dan weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Ik denk dat ze wel... Wacht hè, dus 1, Game Gear, 2, Alex Matthijske, 3, hier, Alken,
Gemeente Alken. 4. Game Jinx. 5. Alex Matthijs. Oh, ik weet het allemaal niet meer. Ik ga het niet meer heropnoemen. Dus ik denk niet dat ik ze allemaal gehad heb. Maar er zal nog wel zijn. Ga gerust naar www.psychotv.be. Scroll klein beetje naar onder toe. En daar zijn ook mijn partners. Volgend weekend zit ik wel op Tjoekerlam. Dus zeker naar die vlogs kijken. Want daar gaan speciale vlogs zijn. Goed. Salut.